without me, an implantable chip with a global positioning system to track people miles away. RFID tags are now smaller than a grain of sand. We won't know exactly where, when. We have got to realize we're being conditioned on a mass scale. Start challenging the Sinds de wet Bob, een aantal jaren geleden ingevoerd, bijzondere opsporingsmethode, is ook ingevoerd dat je direct mag afluisteren, dat daartoe ook dat je kijkoperaties mag doen. Dus of in je auto inbreken en een microfoon of een camera ophangen. En dan wordt dat allemaal opgenomen. En I realize it's very, very dangerous to talk about it. Toen hebben we uit 1878 de coca naar Nederland gehaald, naar de Hortus gebracht. Is daar ondergebracht, in een kassen gekweekt. En toen op een gegeven moment zei de koloniale bank, die zei, we kunnen hier flink geld aan verdienen. Ik bedoel, een bank, Nederland, handelsgeest, et cetera. En die hebben dus voor gezorgd dat in Java, dat was een van onze koloniën destijds, en Sumatra ook wel een beetje, maar vooral in Java, werden daar de coca-velden werden daar aangelegd. En dan blijkt dat de jaarverslagen van de koloniale bank tussen de 34 en de 81 ton coca-bladeren per jaar. Toen hebben ze op een gegeven moment gezegd van nou, de zaken gaan zo goed, we richten in 1900 de NCF op, de Nederlandse cocaïnefabriek. Ja. Als je kijkt gewoon wat de economen zeggen, zelf in Colombia, die cocaïne zou niet meer dan koffie kosten als legaal zou zijn. Ik bedoel, de NCF heeft ook nog de amfetamine hebben ze nog geproduceerd. Ze hebben nog de heroïne geprofiteerd. Dus eigenlijk gewoon een productiepraat voor illegale drugs. Er valt nog steeds kennelijk veel geld aan te verdienen. Want wat is een kilo cocaïne nu? Kost tussen de 25.000 en de 30.000 euro. 30 per kilo.